We zijn vandaag op de modefabriek en ook ondergrond is into fashion. Dus we gaan eens even kijken of er nog wat modetalent rondloopt hier. Ik ben 26 en ik ben nu 4 jaar bezig. Hoe gaat dat? In Nederland gaat het iets minder, omdat winkels die willen niet zo snel van een nieuwe ontwerper inkopen. Het is niet heel makkelijk. En hoe belangrijk is de modefabriek voor jou? Het is wel belangrijk voor naamsbekendheid of gewoon om te laten zien dat je er bent. Maar qua orders en echt nieuwe verkooppunten eruit halen, dat is nog niet gelukt. Het is onze 25e editie en daarom hebben we 25 internationale designers uitgenodigd. Dat zijn allemaal up-and-coming designers uit allerlei landen van Europa. Dus Nederland, Denemarken, Zweden. Het moeten echt designers zijn met een eigen en unieke handschrift. Ze moeten ook wel echt een collectie hebben die geleverd kan worden. En vorige keer heeft 70% ook daadwerkelijk verkocht. This is the second collection of this brand, so I started out in September. The collection was very well received during Stockholm Fashion Week in January, and I was thinking that I would like to launch the collection already now abroad. I choose Amsterdam because of what I've heard, and what I've heard is that you like the Nordic style. So how's it going so far? Well, it's been going very well, I think. I've met some buyers. I haven't had any orders yet, but maybe tomorrow.